Een nieuw politiek seizoen wordt meteen goed van start gegaan met een nieuw vergadermodel en een nieuwe partij, Elbertse Groeneweg. Daarover hoort u alles in deze uitzending. Wanneer zou het voor jou geslaagd zijn? De bedoeling is natuurlijk dat we het allemaal leuker en aantrekkelijker en minder saai maken. De politiek heeft toch een beetje een imago van stoffelijk en saai met elkaar hier op het stadhuis vergaderen. En we hopen natuurlijk dat, we hebben het ook belangrijke dingen hier in de stad, dat het wat aantrekkelijker wordt voor mensen om zich met de politiek te gaan bemoeien. Wat zijn de consequenties ook voor de verhouding tussen wethouders en raad, verwacht jij? Ja, wat er nou gaat gebeuren is dat de raad veel sterker zelf bepaalt hoe ze iets willen gaan bespreken. Of het een beeldvorming is waar ze vragen gaan stellen, oordeelsvorming of al een besluit nemen. En ja, daar schikken we ons dan naar vanuit het college ook. Dus dat zal veel meer oefenen worden van in welke fase zit een bepaald voorstel. En daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat gaat. BOB staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Dat is nieuw ten opzichte van hoe we het vroeger deden. Toen liepen de fases een beetje door elkaar heen. Als die beeldvorming en die oordeelsvorming zijn doorlopen, kun je twee kanten op. Dan kan het worden afgehamerd in een hamerraad. Iedereen weet van elkaar of hij voor of tegen is. Er hoeft geen verder debat meer plaats te vinden. Dus die kunnen worden afgetikt met stemmen. En dan heb je ook nog de andere soort besluiten waar nog wat over moet worden doorgepraat. Bijvoorbeeld als er amendementen en moties over zijn ingediend. In de beeldvorming krijgen de raadsleden alle informatie die ze nodig hebben om te besluiten. En veel meer dan in de oude manier van vergaderen is het de bedoeling dat ook de stad meedoet aan die beeldvorming. U heeft de primeur. Volgens mij bent u de eerste inwoner van Breda die bij een beeldvormend vergadering heeft gezeten. En hoe beviel het? Ja, buiten het feit dat het een beetje warm was in het zaaltje, en is het denk ik een heel goed idee om in dit soort trajecten of processen zeg maar vooraan te starten. En dat is natuurlijk bij de burger. Maar is er ruimte om dat dan ook te zeggen daar? Ja, wat ik begrepen heb, moet je wel in eerste instantie natuurlijk initiatief nemen als je echt aan tafel wil zitten om met een onderwerp voor de dag te komen. Ik begrepen heb, minimaal 50 handtekeningen. Maar goed, als je een beetje een leuke vereniging hebt, moet dat niet het probleem zijn. Als een onderwerp zo belangrijk is dat mensen denken van nou, wanneer komt het nou eens op de raad en het komt maar niet, dan is iedereen dus eigenlijk vrij om handtekeningen te verzamelen en het op de agenda te zetten. Maar ja, er zijn vooral sessies nu waar je gewoon open binnen kan lopen, vragen kan stellen, je mening kan geven. Dus het hoeft niet vooraf met allemaal formulieren of vooraf met allemaal termijnen. Je kunt gewoon langskomen en zeggen wat je ervan vindt. Hoe gaat het als er heel veel op de agenda staat? Nou, dat gaat spannend worden, want soms zijn er heel veel besluiten die in het college genomen worden en nog naar de gemeenteraad toe gaan. En dan wordt het spannend of het lukt dat de raad ook zegt, oké, we praten hier maar een kwartiertje over. Als we over alles een uur gaan praten, sessies van een uur, dan worden het hele latertjes op donderdagavond, denk ik. Ja, en daarbij komt er dus, er moet ook meer uit de stad bij komen. Dus, en de raad moet meer op de agenda zetten. Hoe gaan we dat doen, Tim? Nou ja, een van de keuzes die we gemaakt hebben om dat te doen is dat we niet meer in één zaal zitten en daar één keer in de vier weken een keer als gemeenteraad met elkaar gaan samenkomen. Maar zoals vanavond eigenlijk het hele huis openzetten en de verschillende ruimtes die we eigenlijk hier hebben, bewoners uitnodigen, samen met politici en ambtenaren, wethouders, eigenlijk over de verschillende dossiers en beleidsterreinen te praten. Dus zodoende hopen we ook zeg maar, die snelheid eigenlijk ook in het proces te brengen om te voorkomen eigenlijk dat we inderdaad vastlopen tegen de dingen wat Mirjam ook zei. Maar u bent dus spontaan hier terechtgekomen? Ja, omdat ik inderdaad geïnteresseerd ben in politiek. En dan hoort er dit natuurlijk bij. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. En natuurlijk volgend jaar helemaal. Een nieuwe raad, ja. Vergaderingsmethoden voor wethouders. Wat wordt er anders? Onze rol wordt wel wat minder, heb ik het idee. En dat is maar goed ook. De raad gaat veel meer in debat met zichzelf, met elkaar, onderlinge partijen die verschillende standpunten hebben, worden veel beter met elkaar uitgeonderhandeld, hoop ik. En we zijn net begonnen. Voelt het al anders nu in het oude stadhuis? Ja, we begonnen met taart. Dat is wel echt anders. Maar het bruist nu al, vind ik. Dus ik hoop dat we die lijn voort kunnen zetten. Hoe bevalt het?
Ja, het is spektakel. Ik moet zeggen dat een discussie over een grondaankoop kan ontaarden in een discussie over een sociaal woningmarktbeleid. En dat is op zich wel heel mooi. Dus de scheiding tussen vragen en opiniëren, die bevalt mij wel. Ja, want dat was bij een oordeelsvormend of was het bij een beeldvormend? Dan is het, moet ik het goed zeggen, dat is een O, dat is een oordeelsvormend. En ik noem het al opiniërend, want dat staat zo lekker opgeschreven. Dus het was een O, ja. Ja. Jij zat als ambtenaar, ondersteuner van de wethouder, bij een beeldvormend, hoe noemen we dat dan, vergadering? Ja, beeldvormend. Dus het onderwerp was in dit geval windturbines. En de raadsleden hadden de mogelijkheid om vragen te stellen aan mensen uit de stad en aan de wethouder. En, want het is uniek, het is de eerste keer, hè? Hoe vond je het, de sfeer? Ik vond de sfeer heel goed en ik vond dat er minder spanningen waren, minder strijd onderling, minder gehakketak van de ene politieke partij wil zich zo neerzetten en de ander zo. Dat merkte je nu niet. Er was veel meer tijd voor de inhoud en ik vond dat die dus ook heel goed aan bod kwam. Dus dat is een vooruitgang wat jou betreft? Wat mij betreft wel. Het is een hele andere sfeer dat je hebt. Je voelt minder druk. En dat is toch goed? Dat is goed. Maar het is even wennen. En vroeger was veel meer wethouders de voorraad sprak tegen de wethouders. Ja, ik denk dat als je dit debat terugziet, dat wij de wethouder, die had eigenlijk één ding te zeggen. En die nam dan toch voor zijn gebruik maar de 15 minuten van hem. Maar hij was niet meer het middelpunt van het debat. Het middelpunt van het debat ging over het plan en lag bij de raad. Dus het mandaat lag echt bij de raad vanavond. Ik verklaar dat ik om tot burgerraadslid benoemd te worden rechtstreeks noodzakelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, en dat ik aan mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Dat is een klein woord. Wil ik u feliciteren dat u met u vanaf nu aan het burgerraadslid dat voor het eerst daadwerkelijk echt eerste keer is. Gefeliciteerd. Een burgerraadslid. Wat houdt het nou precies in? In het nieuwe raadsmodel zijn er verschillende bijeenkomsten op een avond. En ik denk dat je als burgerraadslid op de thema's die jij voor je rekening hebt genomen in de fractie, in die overleggen, je partij vertegenwoordigt. En het enige verschil eigenlijk, formeel verschil tussen een raadslid en een burgerraadslid, is in mijn beleving dat ik niet meer mag stemmen. Ik vind het woord burger zo raar, want een wethouder en een raadslid zijn toch ook burger? Ik ben het helemaal met je eens. En ik had eigenlijk veel liever gezien dat het commissielid zou blijven heten. Maar ik ben er niet bij betrokken geweest, dus we doen het er maar mee. Dankjewel. En hoe beviel het als burgerraadslid? Als burgerraadslid, ik moet zeggen dat ik als toehoorder op de publieke tribune, voor zover we dat zo mogen noemen in de collegekamer, heb ik gezeten en geprobeerd de zaak te volgen. Het volume van de een of de ander scheelde nogal. En ook de temperatuur viel niet echt mee wat dat betreft. Maar we moeten ook eigenlijk vooruitkijken, want de komende periode, vanaf oktober meen ik, wordt de zaak nog verbouwd. Een nieuw vergadermodel vraagt ook om een nieuwe inrichting van dit al eeuwenoude gebouw. Dit zijn de tekeningen. De gedachte is dat er veel meer mensen met elkaar kunnen spreken. Dit zal in januari gerealiseerd zijn. Wanneer zou jij zeggen, is het geslaagd? Ik vind het persoonlijk geslaagd als meer mensen betrokken zijn bij de stad Breda, waar ze in wonen. En dus betrokken zijn bij de onderwerpen die we hier elke donderdag gaan behandelen. En het wordt dus ook geen debat in sommige sessies, maar juist ook een gesprek. We willen weten wat er leeft in de stad, we willen weten wat er leeft rondom een onderwerp, zodat we als met z'n allen, alle politieke partijen, gewoon een goed besluit kunnen nemen voor de Breda. Wat mij betreft zou het ook geslaagd zijn als we niet alleen beter naar bewoners luisteren, maar ook gewoon sneller een besluit kunnen nemen waarmee we recht doen aan de problemen waar ze soms tegenaan lopen. Ik ben wel benieuwd hoe het uitpakt, want het komt een beetje rommelig over. Dus ik wens degene die het organiseren met name heel veel succes. Ik denk dat als wij in het nieuwe vergadermodel meer kleur kunnen bekennen. Dus beter de onderscheid maken tussen ik vraag en technisch en ik vind.
En dat zien de burgers ook terug van het CDA staat voor een politiek die anders is dan een politiek waar de PvdA voor staat. Nou, dan ben ik wel geslaagd. Want ja, vaak is het gewoon heel technisch in de gemeenteraad. Gaat u nu de politiek in? Dat zou zomaar kunnen, maar dat is nog even inderdaad onder de mantel, heet dat zoiets, in politiek jargon. Dan wou ik het daar ook bij laten. Dat is goed. Dankjewel. Peter Eldersen van de lijst Eldersen Groeneweg. Ja, helemaal goed. Ik zeg het goed. Was het eigenlijk nodig om je zo dicht op de verkiezingen om je af te splitsen? Nou ja, of het nodig is en of dat de verkiezingen er iets mee te maken hebben, dat denk ik niet. Ik bedoel, er liggen andere redenen aan de grondslag waarom wij gemeente hebben om niet met het CDA verder te willen. Het is spijtig voor iedereen, denken wij ook. Maar in onze beleving hadden we geen andere keus. Want de gemeenteraad heeft nu 11. Noem je jezelf dan een partij of een groepering? Of een lijst. We zijn geen partij. Ja. Dus dat we nu met 11 partijen lijsten zitten, we beginnen ook met een nieuwe vergaderstructuur. Ook spannend natuurlijk. Maar dat heeft nog wel consequenties voor de lijst Elbertsen Groeneweg, begrijp ik. Nou ja, kijk, het is zo dat in de gewone, nou ja, zeg dan gewone, maar de partijen die er zijn, zeg maar, die hebben recht op commissieleden. Ja. Tenminste, vroeger noemden we dat commissieleden, zijn nu burgerraadsleden. Maar elke partij heeft recht op nu 3 burgerraadsleden, worden er 2, maar jullie hebben dat niet? Nee, wij mogen dat niet, omdat we... Het is bepaald door de meerderheid van de gemeenteraad en ik had niet de behoefte om in die discussie te mengen, zeg maar. Maar bepaald dat afsplitsingen dat dus niet mogen. Wat ga je doen voor de verkiezingen van 2018? Nee, die vraag die wordt me natuurlijk regelmatig gesteld. Zeker niet. In frequentie neemt die ook toe. Dat is een logische reden. De ene lijst trekken naar de andere vliegt ons om. Ja, zeker. Dus, wat heeft de stad aan? Nou ja, ik denk dat het voor de stad goed zou zijn, maar dat is mijn persoonlijke interpretatie op jouw vraag, zeg maar. Dat er 1 lokaal initiatief zou komen. Dat zou denk ik goed zijn voor de stad. En dat we nu nog maar dat jaar door moeten ploeteren? Nou ja, het is geen ploeteren. Iedereen, ik noem het geen ploeteren, want iedereen zit met vol overtuiging keihard zijn best te doen. Maar het kan altijd beter en je kan dat vanuit 1 lokaal initiatief denk ik veel beter. Ja. Ik doe bijna een oproep, hè, maar ook een oproep niet alleen aan de partijen die nu vertegenwoordigd zijn, maar ook aan mensen die geïnteresseerd zijn en juist in lokale politiek geïnteresseerd zijn. Ik zou zeggen, meld je. En jij ziet jezelf daar als leider van? Ik zie me daar nog helemaal... Kijk, want het benoemen van dit probleem is ook direct het probleem zien, zeg maar. Dit is volgens mij niet eenvoudig om... En niet omdat... mensen niet willen, maar bedoel, als jij in jouw perceptie denkt dat je met 1 of 2 zetels het verschil in het besturen kan maken, dan is het natuurlijk heel lastig om te bespreken van ja, maar als je nou eens zou gaan samenwerken en je nou eens niet je druk maakt over allerlei persoonlijke bezorgingen, maar gewoon echt kijk wat kan je voor de stad betekenen als je dat met elkaar doet. Ja, dan denk ik dat je met z'n allen tot de uitkomst moet komen. Ja, dan moet je in feite voor dat initiatief gaan. Initiatief, ja. Oké, dankjewel.